Hallo kijkertjes van FC Boulevard. We zijn nu op de set van Pers van Picture Perfect, waar de strijd wordt gevoerd. De eeuwenoude strijd eigenlijk tussen papa's en mama's. Wie stijlt het kind nou het best? Ik denk dat mijn moeders het wel weten. De kinderen weten het ook, alleen de vaders blijven het toch telkens weer proberen. Ik vind het fijn, ik vind het leuk, maar het gaat niet altijd even goed. Moeders, ja. Leg toch eens uit, waarom hebben de vaders moeite met het stijlen van de kinderen? Ja, ik weet het niet. Geen tijd, geen zin, geen gevoel. Misschien minder interesse. Nou, dat sowieso. Qua kleding, mode, nou, daar zijn we niet echt van op de hoogte. Nee, als het lekker zit en het bedekt. Klopt. En het matcht met het klimaat, dan vind je, dan zijn we er wel. Precies. Ja, ik merk het zelf ook thuis. Ik heb het ook, laat het ook wel eens over, vanwege tijdgebrek. En dan merk je toch dat een kind met van die tranen aan het ontbijttafel zit, een verschrikkelijke outfit die samengesteld is. Misschien is het een idee dat we de papa's meer op de andere taakjes zetten. Weet je, het rijden naar de zwemles. Lijkt me een goed plan. Ja, lijkt me goed plan. Ja, laten we dat doen. Of misschien andere leuke dingen, zoals de was doen thuis. Is ook wel een goeie, hè? Dat is zeker een goeie. Maar het is natuurlijk wel een gevalletje, let op hoe dat gebeurt, ja, hè? Ja, precies. Met instructies, de juiste instructies. Ja. Alle plekken moeten eruit en alle kleuren moeten blijven zoals ze waren. Precies. Heb je vertrouwen in je? Ja. Nou, je hebt elkaar gevonden, hè? Nee. Wij vrouwen weten gewoon hoe het werkt. En wil jij zien wie de strijd wint? Welke ouder de leukste outfit voor het kindje? Selecteer. Kijk dan naar de hele aflevering van Picture Perfect op rtlboulevard.nl.